So, dat ik zo midden in de week ben begonnen met vloggen, heb ik geen intro of... But, voor degenen die me nog niet kennen, ik ben Priya. Iedereen kent me als Priya Kapelka. En ik ben een moeder van 2. Ik heb afgelopen weekend... Ik heb al een dochter en ik ben momenteel zwanger met mijn 2e kind. We hebben afgelopen weekend een gender reveal party gehad. Waar ik geen video's van heb. Misschien 2 of 3. Maar ik zal het inserten in deze week vlog. I guess welcome to my fucking life and enjoy. And right now I'm on my way to dinner with Chris and his cousin, her boyfriend, and his aunt, and I'm gonna take you guys with me. It's one of my top restaurant favorite restaurants here in Miami, and tonight and I am here. We're gonna have dinner at this amazing at this restaurant. We're waiting for the rest of the family. Was gezellig. I don't know if I should do the vlog in Dutch or English. Most likely I'm gonna do it in English, but I'm really feeling like I should do it in Dutch. But the food was delicious. Like I said, it's one of my top favorite restaurants here, and I'm full. I'm ready to go home and knock out, and I'll see you guys tomorrow. Finally home, and I'm exhausted. What's in the box? And we have 2 packages. Bought multiple. Wow. Oh, I'll unbox it with you guys, of course. I think I know what it is. Do you know what it is? Oh, oh my God, babe. Oh, look. What do you got? A laptop. For who? These. I will never wear them because I'm gonna get them dirty. How can we trade? Please. What, the Dior shoes? No, the laptop and the MacBook. No, I hate MacBook. Good morning, guys. Welcome to a new day in my week vlog. It's it is Woensdag. And I'm all over the fucking place. Ooh, almost. Ik ga nu eigenlijk richting kantoor. Maar ik moest eigenlijk naar de post office om een pakketje te returnen van Fashion Nova. Want ik had een jurk besteld en die jurk past me niet. Dus, maar dat gaat blijkbaar niet gebeuren vandaag. Ik ga proberen om morgen weer vroeg op te staan en naar de post office te gaan. Maar ja.
So guys, ik ben net terug van kantoor. En ja, ik ben heel erg moe. Het is verschrikkelijk hier buiten. Ik ga gewoon lekker vruchten eten en nappen. So guys, ik ben super laat. Ik heb me verslapen, natuurlijk. Ik moest 4 uur, rond 4 of 5 uur op kantoor zijn. En het is inmiddels al 6 uur. Well, besides that, look at all the traffic. Jesus Christ. Ik denk dat we later gaan uiteten naar een andere favoriete restaurant. Die van gisteren was een Braziliaans restaurant, een Brazilian Steakhouse. En de ene waar we naartoe willen vanavond is een Italiaans restaurant dat ik ook heerlijk vind. We made it to the restaurant. And there are a bunch of people here. And I'm gonna show you guys my food. Move us to a private room. Ik ben zo moe. God damn it. Food was amazing. Ik heb zo lekker gegeten. Ik heb zelfs meegenomen naar huis. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En het is 10:32. Ik heb me net klaargemaakt voor werk. Ik zie er niet echt zo perfect uit. Maar ik heb gisteravond een hele leuke tijd gehad bij het Italiaans restaurant. En nu ga ik richting werk. Ik zou eigenlijk vandaag proberen om weer naar de post office te gaan. Maar clearly that's not gonna happen anytime soon. Because this girl here is lazy. Okay. But yeah. God, the sun is so foul. Hi guys. Ik zie er echt niet uit. Jesus Christ. Ik ga nu richting de bank. En daarna ga ik naar huis. Morning guys. Het is vrijdag. En ik heb gisteren niet eens meer gefilmd omdat ik heel erg moe was na werk. Ik ben meteen naar huis gegaan. Ik heb gegeten en ik ben direct naar bed gegaan. Ik heb dat pakketje van Fashion Nova meegenomen omdat ik vandaag echt ga proberen om het te gaan returnen. En if I do go, I'll take you guys with me. So guys, I am on my way to the post office. Ik ben mijn portemonnee aan het werk vergeten. Ik ben net even gestopt bij de McDonald's om een chocolate milkshake te halen. Een small chocolate milkshake. Ik ben hier bij de post office. Let's see how that goes. Oh, that was a fail. I'm gonna give Chris to do this because I don't have the patience. I don't have shit. I just emailed him the label to print, and then he's just gonna go do it for me tomorrow. Now, best time of my day. I'm gonna go home. It's 1:50. From 2 till 5, I'm gonna nap. Nap time. We are unboxing in boxers. 20. Crib is here. Wij hadden 2 bedden gehaald. 1 voor de baby en 1 voor Amalia. Maar die van Amalia is niet compleet. Waardoor we het niet in elkaar kunnen zetten. Dus dan maar de babybed. Unboxing
In Boxers 2020. Anyways, guys. For failing. Ik loop momenteel naar mijn auto. Het is vandaag zaterdag 31 oktober. Het is my dad's birthday en het is Halloween. So, happy Halloween. And happy birthday to my amazing dad. Guys, ik ga waarschijnlijk de halve dag werken vandaag. Ik ga even kijken hoe druk het is op kantoor. En als het dan heel erg druk is, dan blijf ik maar een halve dag. Als het niet druk is, ga ik dan naar mijn app weer terug. Voor degenen die het niet weten, maar I'm a daddy's girl. So, today is a very special day. And an emotional day for me. Because ik heb mijn vader al een paar jaar niet gezien. Mijn ouders wonen in Suriname. En ik mis ze heel erg. Especially when it's around their birthday and holidays. I miss them. Like, mensen, het is zo onveilig om te vloggen en te reden. Maar, bitch, het moet gewoon. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ben ready voor werk. Ik heb een jurk aan van Forever 21, ik heb Dior sneakers aan. En mijn roze tas. Ik ga nu richting kantoor. En dan richting mijn tante. Om soto te eten, of course. Ugh. So, guys. Ik ben onderweg naar het werk. En one second, guys. Vanmorgen was echt een leuke ochtend. Ik ben heel vroeg opgestaan. 8 o'clock. But that's early for me. En dan was ik na lange tijd weer aan de telefoon met Ash en Safi. Ze waren samen in de salon. En het was zo gezellig. Ik hou echt veel van Ash en Safi. Ze zijn like the best. But het was zo leuk. En we hebben een goed idee is. Maar ze vinden dat ik mezelf moet zijn. Obviously, I'm myself. I'm like, bitch, if you like it, you like it. If you don't, whatever. We are gonna do this. Morgen gaat mijn eerste vlog online. Ik ga vandaag editen. Ik heb mijn laptop meegenomen. Dus ik heb een afspraak met mijn tante. Ik ga bij haar langs, want ze gaat zouten voor me maken. Ik heb echt een lieve tante. Ze maakt altijd lekker Surinaams eten voor me. Dus ik wil na het werk even naar daar gaan. Vandaag zou ik naar de mall gaan om de eerste officiële outfit van mijn zoontje te kopen. Maar Chris moet vandaag werken en heeft echt een drukke dag. Dus ik ga wel naar de mall, maar ik ga het niet kopen. Ik ga alleen rondkijken voor outfits. En volgende week is hij wel vrij. Volgend weekend is Chris dus wel vrij. En dan gaan we de outfit kopen. Ik ga misschien wel even naar Sephora, want een bitch wil de nieuwe stick foundations van Huda proberen. Dus ik ga dat kopen. En misschien nog een paar extra cadeautjes voor Ash, want die is binnenkort jarig. Yes! Ik breng jullie sowieso met me mee. But guys, ik ben onderweg naar de mall. En daarna ga ik naar mijn tante toe. Lekker gezellig soto eten. Ik ga waarschijnlijk daar blijven tot later.
Ik ga even snel iets lekkers eten in de mall voordat ik naar mijn tante ga. Naar huis gaat, dus ik ben net ook van de mall. Ik loop nu naar mijn auto. Ik heb niet echt iets kunnen kopen. Ik heb een paar spulletjes gehaald bij de Sephora en Forever 21. Ik heb gewoon twee jackets gehaald bij Forever 21, want dat heb ik echt nodig. Maar jezus, mijn fucking poot doet me echt fucking pijn. Guys, ik ben al bij mijn nicht. En mijn tante is daar, mijn nicht is daar, Dylan is daar, zijn vrienden is daar. En mijn soto. Influencer. So. Oh, you're leaving? Bye. Hier bij sluit ik de week vlog af en ik zie jullie bij een nieuwe vlog next week. Bye. Watch it, Maya. Do you want to say something? Yes, guys. Bye.